De eerste halve finale op de Next Gen Series. Tussen Ajax en Tottenham Hotspur. De Amsterdammers wonnen alle wedstrijden in de poolfase. Tottenham won er 2. En hier de lange bal. Dekker. Dekker vanaf links. Op zoek naar de voorzet. Daar komt Bai. Bai. Maar een uitstekende redding van Alfie Whiteman. Goede poging van de Deense middenvelder. Maar de bal gaat mis en dan zet Tottenham goed druk. Schiet Groothuizen niet goed uit. En is daar Miller, William Miller met de goal. Tottenham na een kleine 20 minuten op voorsprong. Verdiend is het misschien wel. Tottenham en Ajax een soort van gelijkwaardig. En Miller, hier in herhaling, schiet koelbloedig binnen. Groothuizen kan de bal net niet keren. Daar staat in die Groothuizen eigenlijk de keeper van jonge Ajax. Lange bal dan. Sierhuis met zijn linker in de handen van de doelman. El Idrissi zoekt de voorzet. Kan terugleggen. Sierhuis, Matusiwa. Maar zijn poging gaat over. Dus, zo begint de tijd langzaam te dringen voor Ajax. Met nog dik een kwartier op de klok. Daar komt De Wit en die gaat naar de grond. Dani De Wit vecht voor elke bal en gaat hier dus naar de grond, maar geen penalty gegeven. Discutabel, Mees De Wit nu ingevallen. Goeie kapbeweging zeg, Mees De Wit, voorzet, weggehaald. Clement, ook uit jonge Ajax teruggekomen. Clement en naast geschoten. Zo lijkt Ajax af te stevenen op een nederlaag in de halve finale, net als op de Koop Amsterdam vorig jaar. Maar hier nog één keer Dekker. Nou, die hoekschop gaat er niet in. En zo wint Tottenham. Dan gaat het naar de finale.